Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lieve jongens en lieve meisjes, welkom allemaal in weer een nieuwe aflevering van ons programma. Ik heb een vraag. Ja, we hebben weer een nieuwe vraag binnengekregen. En best wel een moeilijke vraag. Ik ben benieuwd of jij deze vraag ook wel eens hebt gesteld aan jezelf, of aan je mama, of aan je papa. Welke vraag is dat? Dat is de vraag. Wie heeft Allah gemaakt? Wie heeft Allah gemaakt? Een moeilijke vraag en we gaan deze vraag proberen samen te beantwoorden. Oké, okay, wie heeft Allah gemaakt? Nou, eigenlijk, beste jongens en meisjes, eigenlijk is deze vraag niet correct. Eigenlijk is deze vraag fout. Hoezo? Betekent dat dat je deze vraag niet mag stellen? Nee, in de islam mag je alle vragen stellen. Het is goed om uh, de vragen te stellen die je hebt. Maar de vraag op zich is fout. Bijvoorbeeld, als ik tegen jou zeg: hoeveel hoeken heeft een cirkel? Wat antwoord jij dan? Een cirkel, hoeveel hoeken heeft die? Deze vraag is fout, want een cirkel heeft geen hoeken. Als ik tegen jou zeg. Uh, Waarom is 1 plus 1 3? Wat zeg jij dan? Die vraag is fout. 1 plus 1 is niet 3. Op dezelfde manier, de vraag is fout. Wie heeft Allah gemaakt? Allah is de maker van alle dingen en de maker is zelf niet gemaakt. De maker van alles is zelf niet gemaakt. Als Allah gemaakt was, dan zou Hij niet onze God zijn. Dan zouden we Hem niet aanbidden. Want als we zeggen iemand heeft Allah gemaakt, wie heeft dan deze iemand gemaakt? Waar komt Hij dan vandaan? En diegene die Hem weer heeft gemaakt, waar komt Hij dan vandaan? En zo blijf jij de hele tijd doorgaan, dit kan niet. Allah is de maker van alles en iedereen, en Allah is zelf niet gemaakt. En wisten jullie dat deze vraag ook gesteld werd aan onze lieve profeet? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ja, een groep mensen kwam naar hem toe. En zij zeiden tegen hem: Waar komt Allah vandaan? Waar komt Allah vandaan? En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uh, wilde hen antwoord geven. Hij wachtte op de openbaring van Allah. En Allah stuurde een Sura naar hem toe. Speciaal om deze vraag te beantwoorden. هل تعرفون ما هذا هو سورة الإخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ له كُفُواً أَحَدٌ هل تعرفون هذه السورة من رأسكم ؟؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم قال Huwa Allahu Ahad. Hij is Allah Ahad. Ahad betekent één en uniek. Er is niemand zoals Allah. Qul Allahu Ahad. Zeg Hij is Allah één en uniek. Allahu Samad. Allah is a Samad. Dat betekent Allah is perfect. En Allah heeft niks nodig. En Allah heeft niemand nodig. Maar alles en iedereen heeft Allah nodig. Hij heeft geen kinderen. En hij is zelf ook nooit geboren. En er is niemand die lijkt op Allah. Er is niemand zoals Allah. Wist jij dat deze Sora is neergedaald vanwege deze vraag: Waar komt Allah vandaan? Dus Allah is nooit geboren. Een van de namen van Allah is Al-Hayy. Zeg mij na. El-Hij. El-Hij betekent de eeuwig levende. De eeuwig levende, dat betekent, Allah heeft geen begin en Allah heeft geen einde. Allah is er altijd al geweest en Allah zal er altijd zijn. Niks was er voor Allah en niks zal er na Allah zijn. Allah is nooit geboren, hij gaat niet dood. Hij heeft geen ouders, hij heeft geen kinderen. Allah heeft ook geen leeftijd. Allah heeft geen leeftijd. Allah is zonder tijd. Tijdloos noemen we dat, want Allah heeft de tijd gemaakt. Allah heeft de tijd gemaakt, dus hij is er altijd al geweest en hij zal er altijd zijn. En in de Koran lezen wij ook dat Allah zegt: walbatin hij is de eerste en hij is de laatste en hij is de allerhoogste en hij is de dichtstbijzijnde dus allah is de eerste niks was er voor hem allah is de laatste niks zal er na hem zijn allah is de allerhoogste niks is boven hem en allah is de dichtstbijzijnde niemand is dichter bij ons dan allah